Je ziet het al een beetje achter me. De herfst is echt begonnen. En dat betekent knoflookpoten. Het leuke van knoflook is dat je hem ook prima in een kleiner moestuintje, zoals dat van mij, kunt telen. En zelfs in een pot of bak op je balkon. Maar in deze video ga ik je uitleggen hoe je knoflook teelt in de volle grond. Je kunt knoflook poten in de herfst, rond oktober, november. En in het voorjaar, in maart. Ik ga altijd voor de najaarsteelt, omdat de bollen dan vaak wat groter worden. Deze video gaat over de najaarsteelt van knoflook. Maar de manier van telen is hetzelfde. Ik gebruik zelf altijd knoflook van een teler. Maar je kunt ook gewoon knoflook uit de supermarkt gebruiken. Let er dan wel op dat dit biologische knoflook is. De gewone knoflook kan bewerkt zijn met een anti-uitloopmiddel. En dat is natuurlijk niet handig, want uitlopen is nou juist wat je wel wilt. Voordat je de knoflook in de grond stopt, kun je er wat compost overheen gooien. Let op, gebruik nog geen mest. Als je meteen mest gebruikt bij het poten, dan groeit de knoflook te snel. Dit maakt de knoflook zwak in de wintertijd. In het vroege voorjaar, in ongeveer februari of maart, geef ik mijn knoflook een handje organische mest. Later in het voorjaar, in ongeveer april of mei, geef ik ze wat extra kali voor een goede groei van de bol. Omdat knoflook niet zo heel erg van natte voeten houdt, is het slim om op een rug te telen. Zeker als je op natte kleigrond moestuineert. Haal de tenen voorzichtig los en kies de grootste uit. Die ga je straks in de grond stoppen. Het velletje kun je er gewoon aan laten. Moet je kijken jongens, wat een joekels! Ik heb de grootste geselecteerd, dus het is tijd. We gaan knoflook poten. Stop de tenen met de punt naar boven in de grond. Tussen de 5 en 10 centimeter diep, op 10 centimeter afstand van elkaar en 25 centimeter tussen de rijen. Een paar weken na het poten zie je het eerste loof tevoorschijn komen. Het beste is als het loof richting de winter ongeveer tussen de 5 en 10 centimeter hoog is. Als alles goed gegaan is, dan kun je jouw knoflook in juni of juli het jaar erop oogsten. Je ziet vanzelf wanneer het zover is. Het loof wordt dan bruin en dor. Je kunt je geoogste knoflook vers opeten, maar ook voor langere tijd bewaren, soms wel maandenlang. Je moet hem dan eerst laten drogen. Eerst een paar dagen in de zon en daarna leg je hem op een koele en donkere plek. Ik kan in ieder geval een paar maanden lang lekker stinken.